jongeman waarvan je echt geniet. Wanneer je hem dus anders in een voetbalwedstrijd ziet. Hij staat als keeper in het doel en doet dat reuze goed. Hij bokst de ballen uit de goal met waar een held de moed. Omdat hij zo ontzettend schieten kan. Is hij beslist de populairste man. Hij is de held van het voetbalveld. En staat als een rots in de branding. Hij plukt in vogelvlucht de ballen uit de lucht. En duikt als een snoek altijd naar de juiste hoek. Hij is de held van het voetbalveld. En wordt overladen met roem. Als hij schiet magnifiek, dan gilt het publiek. Hij trekt altijd geducht van leer en geeft een bal katoen. Hij pakt gewoon de ballen van de midden voor zijn schoen. Zijn club is steeds de favoriet, wat ook niet anders kan. Dat komt omdat de keeper zo ontzettend schieten kan. Hij trapt de ballen over heel het veld. En is bij het publiek de grote held. Hij is de held van het voetbalveld. En staat als een rots in de branding. Hij plukt een vogelvlucht, de ballen uit de lucht. En duikt als een snoek, altijd naar de juiste hoek. Hij is de held van het voetbalveld. En wordt overladen met roem. Als hij schiet magnifiek, dan gilt het publiek. Op een zondag in een hele zware strijd. De stand was dubbelblank, er was nog 2 minuten tijd. Toen gaf hij met zijn rechtervoet de bal een harde zet. De andere keeper gaf een gil, de bal lag in zijn net. En ieder die het zag, die stond versteld. En op de schouders ging hij van het veld.